Hey kinderen, weten jullie nog, Anna jullie een paar lessen terugvertelde over de Leeuwenpoort? Ja, heel goed. Deze poort was dicht bij de schaapspoort, waardoor Jezus de tempel binnenging. Wel nu, vandaag gaan we ook door deze poort naar binnen en zien we twee belangrijke haltes langs de Via Dolorosa. Huh? Heb je nog nooit van de Via Dolorosa gehoord? De traditie vertelt dat dit het pad was waarover de Romeinse soldaten Jezus dwongen te gaan terwijl hij het kruis droeg op weg naar Golgotha voor zijn kruisiging. Kom, laten we de stad ingaan. Dus dit is waar de Via Dolorosa begint. En dit is de eerste halte. Weet je, de traditie van de Via Dolorosa begon in de tijd van de kruisvaarders. Ze waren ervan overtuigd dat dit het begin moest zijn, omdat Fort Antonia hier was. Maar kom, ik wil je het uitzicht laten zien. Wow, wat een mooi uitzicht hier op de rotskoepel. En ik weet zeker dat het geweldig moet zijn geweest om de tempel vanaf hier te zien. Maar waar diende Fort Antonia voor? Nou, vandaag de dag is het een school. Maar het werd door Herodes de Grote gebouwd om een citadel te zijn om de Tweede Tempel te beschermen. Weet je, hier verbleven enkele Romeinse soldaten die Jeruzalem en de tempel bewaakten. Weet je, David, er is een profetie in Daniël 9 vers 26 en die zegt dat de Messias zou komen voordat de Tweede Tempel werd vernietigd. Jezus kwam precies op het juiste moment om elke profetie te vervullen. Dat is een interessante profetie, omdat het laat zien dat Jezus echt de Messias was. Wil je iets interessants weten over de tempel? Tijdens de bouw van de tempel van Salomo brachten ze een hele grote en zware steen naar de bouwplaats. Maar de bouwers konden er geen plaats voor vinden, dus bleef het liggen waar ze het hadden achtergelaten. Ongebruikt, afgewezen en het lag in de weg, omdat het te zwaar was om te verplaatsen. Die vervelende steen bleek zo sterk te zijn dat hij werd gebruikt als hoeksteen in de verdering van de tempel. Dat is waar. En dat is ook een profetie voor Jezus. Jesaja 8 vers 14 zegt dat de Messias die rots was en dat Jezus de hoeksteen van het christendom werd. De Joodse leiders verwierpen Jezus, zelfs tot op de dag van vandaag. In feite is hij een ergernis voor velen, omdat hij overal hier in Jeruzalem is. Ja, overal waar je kijkt zie je christelijke symbolen, kerken en bewijzen dat Jezus ooit op deze plek was. Ik heb gehoord dat veel mensen geloven dat hier een derde tempel zou worden gebouwd. Denk je dat het ooit zal gebeuren? Dat weet ik niet helemaal. Maar wat ik wel weet is dat Jezus het Lam van God is. En dat hij ook onze hoge priester is. En dat zijn bediening werd overgebracht naar het hemelse heiligdom. In Jezus vinden we twee belangrijke delen uit de tempeldiensten. Eigenlijk zal God op deze plaats geen andere tempel accepteren, omdat dezelfde profetie ons vertelt dat de Messias onze tempel of heiligdom zal worden. In feite zegt Openbaringen 21 vers 22 dat er geen tempel op de nieuwe aarde zal zijn, omdat Jezus onze tempel zal zijn. Wel nu, dit is de beroemde Arc Ecce Homo, wat in het Latijn siedeman betekent. Dit is waar de traditie ons vertelt dat Pontius Pilatus Jezus en Barabbas aan de menigte presenteerde. Deze boog wordt beschouwd als de poort van het Fort Antonia. Dus het was hier waar het volk Jezus veroordeelde en Barabbas koos. Dat is wat de traditie zegt. Maar archeologen denken dat het echt gebeurde in het paleis van Herodes. Daar! Maar laten we ons even voorstellen dat hier alles is gebeurd. Hier stond Jezus, de Zoon van God. En Barabbas, of Yeshua Barabba,
wat in het Hebreeuws Jezus, zoon van de Vader, betekent. Zoals je ziet is de naam Barabbas bijna hetzelfde als die van Jezus. Barabbas deed zich voor als de Messias, die de mensen vrijheid van de Romeinen zou geven, terwijl Jezus vrijheid van zonde beloofde. Barabbas bedroog hen met trucs, terwijl Jezus echte wonderen verrichtte. Maar in feite was Barabbas een dief en een moordenaar. Ja, en we hebben hier nog een aanwijzing. Jesaja 42 vers 1 tot 3 zegt dat de Messias door God zou worden gekozen om de mensen van zonde te redden. Jezus kreeg geen eerlijk proces. Hij werd door het volk als een misdadiger veroordeeld, geslagen door de priesters en Romeinse soldaten en in de steek gelaten door Pilatus. Maar uiteindelijk, wanneer hij dan terugkomt in de wolken van de hemel, zal hij de wereld correct beoordelen. En Jesaja 11 vers 4 en 5 vertelt ons dat hij alle goddelozen zal straffen. Bedankt, Sam en Anna, voor de uitleg van vandaag. Ik weet zeker dat het voor God gemakkelijker zou zijn geweest om deze hele wereld te vernietigen en een betere te maken dan om mens te worden en alles op het spel te zetten om ons te redden. Maar weet je, kinderen, Jezus koos ervoor om voor jou en voor mij te sterven vanwege zijn liefde voor ons. Soms kan ik niet geloven dat het waar is. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik eraan denk. Maar kom, laten we nu de aanwijzingen of profetieën van het avontuur van vandaag opschrijven in de mindmap. En teken voor de opdracht van vandaag een kaart van Jeruzalem en teken daarin ook de Via Dolorosa. En als je de kaarten tekent, praat dan met elkaar erover wat het lijden van Jezus nou voor jou betekent. Oké? Nou, tot volgende week. Tot ziens!